Ja, ik weet het. Het is tropisch warm, maar er blijven gewoon toffe games uitkomen. Zelfs nu, met dit weer. Hoi, ik ben Jan van Bright en leuk dat je kijkt naar alweer het nieuwe gamesjournaal van de maand juni. Ik weet het, het is tropisch warm, bloedheet. Maar dat betekent niet dat we natuurlijk niet gaan gamen, want als je s'avonds niet in slaap kunt vallen, juist door die hitte, kun je perfect wat afleiding zoeken in het fantastische entertainment... Wat games heet. En daarom gaan we deze maand eigen levels bouwen in Super Mario Maker 2. Met Max Verstappen, plankgassen in Formule 1 2019 heb ik de spirituele opvolger te pakken van Max Payne en heb ik heel belangrijk nieuws rondom Star Wars: Jedi: The Fallen Order. Nou over Super Mario Maker 2 gesproken, misschien hebben we daar zomaar heel toevallig of misschien niet, hint, hint, een zomerse prijsvraag rondom. Wie weet. Juni was natuurlijk de maand van de E3, de Electronic Entertainment Expo, de Gameburst der Gamebeursen in Los Angeles. En daar kwam heel veel tof nieuws uit. Uh, een aantal hoogtepunten. Microsoft die deed een tipje van de sluier van Project Scarlet, de nieuwe spelcomputer, de nieuwe Xbox die eind 2020 het licht moet zien. Maar ook qua games natuurlijk heel veel toffe dingen. Hè? Link's Awakening, die remake van die oude Game Boy game van Zelda. Uh, Doom Eternal. En Control, dus een nieuwe game van de makers van Alan Wake en Max Payne. Wil je nou meer weten over D3, wat nou echt de tofste games waren die de meeste indruk op ons maakten? Check dan even een video die we daarover hebben gemaakt. De link vind je hieronder in de beschrijving. En die mag je pas kijken. Als je dit game snel hebt afgekeken. Een titel die overigens voor het eerst gameplay beelden liet zien was Star Wars Jedi: Fallen Order. En mensen reageerden daar best wel enthousiast op, maar ook wel een beetje lauw. Waarom? Het, was, uh, het zag allemaal hartstikke goed uit. Het was een toffe Star Wars-game. Maar het voelde een beetje aan als Uncharted in een Star Wars-jasje. Best wel lineair van A naar B naar C. Coole lightsaber-actie, maar ja. Mensen hadden gewoon net wat meer verwacht. Wat blijkt nou? In een interview wat tijdens het E3 rondzong, uh, blijkt dat die game een zogenaamde Metrovenia-structuur kent. Nou, voor mensen not in the how, Metrovenia is een samensmelting van Metroid en Castlevania. En zoals je misschien wel of niet weet, in die games kom je steeds verder, maar krijg je steeds nieuwe vaardigheden, waardoor je voorgaande levels... Opnieuw kunt bezoeken, omdat je dan opeens wel verder kunt waar je eerder stranden. The player actually has access to several planets in the game yeah. and can jump to them at free will. Um, and is only limited by powers. Wow. So you might find a power or a pick-up on one planet that opens up something on the other planet. En yeah. op that planet, you might find another one that opens something up on the planet you were just at. En dat ga je dus ook zien in die nieuwe Star Wars game. Wat blijkt? Je bent een Jedi, je hebt je eigen spaceship. Je kunt in eigen volgorde de verschillende planeten bezoeken naar het je goed dunkt en soms kom je gewoon voor gesloten deuren of je, heb je je force powers nog niet goed ge dat je niet verder kan, maar dat kan dus later wel in die game. En waarom hebben ze dat niet laten zien op D3? Dan was iedereen lyrisch geweest. Ik was al enthousiast, maar nu ben ik nog meer hyped voor deze game. Voordat ik de game van de maand Super Mario Maker 2 in het zonnetje zet, sta ik even stil bij Harry Potter Wizards Unite, de nieuwe game van de makers van Pokémon Go. is Een game voor je mobiele telefoon. Hij is best al lang in de maak en Bram heeft er een hele toffe video over gemaakt. Die kun je ook hieronder in de beschrijving terugvinden. Maar wat ik nog even wil aanstippen is dat mensen die misschien denken: van ja, Harry Potter, Wizards Unite, dat is van dezelfde makers, dus het zal een soort slappe Pokémon Go aftreksel zijn. Dat is absoluut niet het geval. Uiteraard, er zijn overeenkomstige elementen en het lijkt qua structuur ook wel. Best wel Pokémon Go. Maar er zit veel meer verhaal in en het heeft echt die authentieke Harry Potter vibe. Een van de dingen die ik echt heel tof vind zijn zogenaamde portals die zich af en toe aandienen. Dan kun je zeg maar met je mobiele telefoon zeg maar zo in die portal lopen en dan zie je zeg maar op dat moment door je telefoon gewoon een hele wereld, een winkel of een bos waar je dan in bent in die game. Dat is echt super gaaf. Het is maar een heel klein onderdeeltje van die game die echt uitgebreid is, maar wil je er meer over weten? Check de video van Bro. De game van de maand is Super Mario Maker 2 voor de Nintendo Switch. En dat is natuurlijk de opvolger van Super Mario Maker voor de Wii U. Nou, we weten allemaal dat de Wii U niet helemaal het succes heeft gebracht voor Nintendo. Als ze zelf hadden gehoopt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het best wel een flop is geweest. Maar Super Mario Maker was een grote hit. Daar deed die game meer dan 4 miljoen stuks. Wat is Super Mario Maker 2? Het is feitelijk één grote editor. Waarbij je met verschillende bouwsteunen uit verschillende Super Mario games je eigen platformlevels kunt bouwen. En ten opzichte van de voorganger hebben ze nu ook nieuwe thema's toegevoegd. En is er ook een dag- en een nachtmodus, waardoor die levels net weer even wat anders spelen. Ik heb vier pluspunten voor Super Mario Maker 2 en één quasi minpuntje. Grootste pluspunt is deze keer dat de game een verhaalstand kent met wel 100 of ruim 100 levels door Nintendo zelf gemaakt. Heb je zelf zoiets van ja, ik ben eigenlijk niet zo handig in dat bouwen en dat levelen en dat. Knutselen. Ik vind het wel leuk om te proberen, maar ja, is het nou echt de moeite waard? Je kunt gewoon 100 plus levels zelf uh, doorkruisen. En die zijn echt super creatief gemaakt. Er is weer een overkoepelend verhaallijntje, een beetje dun over het uh, kasteel van Princess Peach dat je moet bouwen. Maar die 100 plus levels, ja, die, die zijn echt een feest om te doorlopen. En super creatief. Dan het zelfmaken gedeelte. De editor is nog uitgebreider geworden. Bijvoorbeeld in deel 1 kon je bijvoorbeeld geen hellingen maken. Nou, dat kan nu wel. En misschien is het een beetje wennen. Want ook als je bijvoorbeeld op de handheld-modus uh, speelt van de Nintendo Switch. ja, dan heb je de touchscreen. Wat eigenlijk best wel lekker werkt. En als je het op de tv-modus doet, dan moet je het opeens met een controller doen. En dat ja, vergt net even wat meer klikken. Maar na een half uurtje heb je het eigenlijk wel in je vingers. En dan kun je gewoon naar de hartelust helemaal losgaan. Het andere is dat het delen van levels veel makkelijker is dan voorheen. Uh, Nintendo doet altijd een beetje panisch als het gaat om hun content online zetten en online delen met anderen. Nou, dat is nu veel makker, makkelijker gemaakt. Daarnaast is ook een heel soort community-systeem ingebouwd. Een beetje vergelijkbaar met Miiverse van een tijdje terug. Uh, je kunt uh, levels ranken, je kunt punten verdienen, coins verdienen, uh, awards verdienen naarmate jouw levels door meerdere mensen gespeeld worden. Maar het delen, het uploaden van de levels gaat makkelijker. En ook het downloaden van de levels is natuurlijk ook fantastisch. Want ja, dan hoef je nog steeds zelf geen levels te maken. Maar dan kun je gewoon de creatieve bouwsels van andere mensen downloaden en spelen. Vierde pluspunt is multiplayer, die is echt een stuk beter geworden. Je kunt nu met twee man tegelijkertijd een level bouwen. Daarnaast kun je met vier man die levels doorlopen. Tenminste, lokaal multiplayer. En dat maakt het ook meteen een leuke partygame. Dat je met nog drie vrienden op de bank jouw eigen gemaakte levels vervolgens gaat uittesten. Elkaar dwars gaat zitten, of juist twee tegen twee. Of juist elkaar helpen. Superleuk. Het mainpuntje is dat je online vooralsnog niet met vrienden kunt spelen. Er kwam best wel wat kritiek op naar aanleiding van een aantal preview sessies. En Nintendo heeft inmiddels aangekondigd dat ook je online met een gratis update zodat je direct gewoon met z'n vieren door die levels heen kunt spelen. Wanneer die update komt, dat weet ik niet. Of die een week na release komt, of pas over een half jaar. Maar ze hebben in ieder geval geluisterd naar de kritiek. Is de besnorde loodgieter nou helemaal niet jouw ding? Dan heb ik nog drie toffe games voor je. Te beginnen met My Friend Pedro. En dat is voor mij echt de spirituele opvolger van Max Payne. Je bent een soort gemaskerde hero without a name die door een pratende banaan erop uit wordt gestuurd om bad guys omver te knallen. Het is een soort twin-stick shooter, side-scrolling. Maar hoe je dat doet is echt super gaaf. Je kunt een soort bullet time verdienen, waardoor je dus vertraagd door de levels heen beweegt. En dan kun je heel stijlvol, zoals in die Hongkong-actiefilms: Je vijanden door En dat doe je bijvoorbeeld niet alleen maar door ze gewoon recht toe met twee oesjes neer te knallen. Nee, je knalt dan bijvoorbeeld op pannen in een keuken, waardoor die kogels afketsen en die gasten alsnog het loodje leggen. Of je hangt aan een kraan en je komt het beeld ingesvierd. En op klassieke muziek, slow-motion, rettetetetetetetet, schiet je ze allemaal door hun kop. Genieten! De game is er voor pc en Nintendo Switch. Hij duurt niet zo lang, iets van 4 à 5 uur. Maar kost ook maar 2 tientjes. En voor de pc zelfs momenteel minder dan 15 euro. Dan de nieuwe Formule 1 2019. Codemasters brengt ieder jaar een nieuwe F1 game uit. En eigenlijk is dit F1 seizoen in real life boring as hell. Uh, Max Verstappen die haalt iedere keer net niet het podium. Virtueel kun je natuurlijk nog wel alles eraan doen, in onder andere Formule 1 2019. Het leuke is dat nu ook de F2 erin zit. Dat is eigenlijk de competitie onder de F1. En daar zit ook een Nederlands. Race team in MP Motorsport. de F2 is eigenlijk een best wel goede opstap naar de F1. Dus als je de F2 helemaal eigen hebt gemaakt, dan race je zo virtueel lekker door naar de F1. Als F1 2019 iets te veel sim voor je is, dan kun je altijd nog terugschakelen naar Crash Team Racing Nitro Fueled. Het is eigenlijk een remake van alle Crash Bandicoot race games die er ooit zijn geweest. Die hebben ze alle drie in een game gestopt, een nieuw laagje verf overheen gedaan. En dat is eigenlijk een hartstikke leuke kartracer als alternatief op Mario Kart 8 Deluxe. Als je geen Nintendo Switch hebt ja, en je wil een goede kartracer, dan is er gewoon niet zo heel veel voor handen. Echter, hij is niet zo goed als Mario Kart 8, maar komt wel aardig in de buurt. En natuurlijk sluiten we zoals altijd weer af met een prijsvraag. En wat is de prijs? Dat is Super Mario Maker 2, inclusief dit enorme grote gele zomerse badlaken. Ik denk dat het een echte babe magnet wordt, of een duid magnet, afhankelijk van je voorkeur. Anyway, laat even weten in de comments hieronder welke Super Mario game jij nou de beste aller tijden vindt. Onderbouw even je motivatie en wie weet maak jij kans op dit prachtige Super Mario Maker 2 pakket. Vond je dit nou een hele coole video? Geef ons dan even een like en een duimpje. En abonneer je nog even op ons YouTube-kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dan ga ik nu even mijn hoofd in de ijskast stoppen.